Goeie timing. Net thuis. Ik voelde het. Vrij smal wel, als het kan. Boekje voor het boekje. We zijn hier gekomen om een boek te signeren. Ik zoom even in. Op de een. En even op de ander. De een, het van mij over. En die, natuurlijk hebben we die. En nou zet de ander een handtekening. Je kunt er ook iets inzetten voor. Dit waren voor Koba, met een C. Ik heb hem nog nooit aangezeten, ik heb hem vaak gezien. En nu ga ik hem. Zeg maar weinig. Talloze vormen. Ja, dat neem ik aan. Dan wist hij nog een handtekening. Ja, ik hou het wel even zo. Nu gaat de ander weg en komt de een. Zo, wat leuk dat u erop komt. Dit is een bekende tafel, hè? Voor mij is het een vrij bekende tafel. Ja, voor mijn gevoel zit hij vaak aan deze kant. En de plek, hè? De plek. Dat wil ik net zeggen. Ja, 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 ja. Het schitterende kranenveld. Niet meer het kranenveld. Nee, niet meer. Lekker zo. Prima. Heeft u het al vaker gedaan? Signeren. Ja? Ja. Maar dit boek ook al? Dat was dit de eerste? Nee, dit boek is niet de eerste, wel de eerste live. Oh, kunt u dan misschien de eerste live signering bijzetten? Tuurlijk. Dat vind ik wel weer exclusief, hè? Ja. Dat weet toch hem als koper? Iets exclusiefs. Dus hier gaan we het overhandigen. Je ziet hier de een. En de ander. Hoi. Goedendag. Hallo. Dag. En die hebben zoals je weet diverse dingen met deze tafel gedaan. Vandaar dat we ook aan deze tafel nu zitten. Ja. Die hebben er een boekje bij gemaakt. Het heet Babel. Of, ik wil het eigenlijk voor je verjaardag geven, maar ik denk, nou ja, het is nog niet ingepakt. En er staat wat vriendelijks in voorin. Het is namelijk uniek live gesigneerd. Ja, exemplaar. Hallo. Als hallo. En ik word gefilmd, begrijp ik. Ja, dat vind je wat minder, hè? Voor Koba en Giel.